Ja, dank u, voorzitter. We bespreken vandaag de begroting van het ministerie van Defensie. En het valt me zwaar, maar het moet me van het hart dat die term defensie steeds minder van toepassing lijkt te zijn op het betreffende ministerie. Lopende aan de leiband van de NAVO is Nederland steeds meer oorlogspolitiek gaan voeren. Het transatlantisch bondgenootschap is nauwelijks meer een defensieve alliantie te noemen, maar eerder een offensieve. Steeds verder rukte men op richting het oosten. Om tot slot via een staatsgreep in Oekraïne in 2014, een gewelddadige staatsgreep, een oorlog met Rusland onvermijdelijk te maken. Probeerde te voorkomen dat deze oorlog er zou komen, markeerde de start van Forum voor Democratie als politieke partij. We streden in het referendum van 2016 immers tegen het omstreden associatieverdrag, dat feitelijk toetreding van Oekraïne tot de EU en de NAVO inhield en dat onherroepelijk zou uitmonden in een militaire reactie van Rusland. 2/3 van de Nederlandse bevolking was het met ons eens. Niet doen. Zo vond destijds bijna 2/3 van de stemmers. Voorzitter, als Nederland nog werkelijk een ministerie van Defensie had gehad van zelfverdediging, dan hadden we toen op dat moment de veiligheid van ons land beschermd, de vrede beschermd, de fragiele status quo beschermd en geluisterd naar de wijze uitspraak van ons volk. Dan hadden we toen gezegd tegen de Rusland, van Ruslandhaat vervulde Victoria Nuland en Radek Sikorski en anderen, sorry jongens, maar dit gaan we dus echt niet doen. Maar nee, de regering Rutte, docil meegaand in de oorlogspolitiek van de neocons en Havik in Washington, negeerde de uitslag van het referendum. Het bombarderen door de regering in Kiev van de Russische minderheden in het oosten van het land, in de Donbassregio, werd verder opgeschroefd. Gezinnen en families werden uiteengereten. Honderden, duizenden burgerslachtoffers vielen. Kiev wist van geen ophouden. Ook de Oekraïners zelf voelden de bui al hangen. Daarom kozen ze in 2019 een volstrekte nieuwkomer als hun nieuwe president. De outsider Zelensky, die campagne voerde voor neutraliteit, respect voor de Russische minderheden en een coöperatieve houding richting Moskou. Oekraïne bleek echt al lang geen soeverein land meer. Het Amerikaanse militair-industrieel complex bleef de spanning verder opvoeren. Oekraïne zwaar bewapenen. En terwijl het Westen ondertussen probeerde om Poetin de indruk te geven uit te zijn op vrede, zoveel is inmiddels toegegeven door onder andere Merkel en Poroshenko over de Minsk-akkoorden, overwoog Amerika begin 2022 om via Oekraïne een groot offensief tegen de Donbass te starten. Er zouden zelfs plannen hebben gelegen om de Krim te heroveren. Poetin besloot als eerste aan te vallen. Zijn doelen waren defensief, zo benadrukte Poetin steeds. Geen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Zoals Amerika ook niet wil dat Rusland een grote legermacht stationeert in Mexico of op Cuba. Het is zo logisch. Zo vanzelfsprekend. Zo eenvoudig ook. Maar nee, de NAVO-agressie bleef maar doorgaan. Inmiddels zijn we meer dan 500.000 doden verder. Jongens en meisjes zoals u en ik. Onschuldige burgers. Het is overduidelijk dat deze oorlog alleen stopt aan de onderhandelingstafel. Ga praten. Vind een compromis. Het lijkt tegen dovemansoren gezegd. Terwijl deze week bekend werd dat inmiddels al voor meer dan 1 miljard aan wapens kwijt is geraakt in Oekraïne. Lees, terechtgekomen is in het criminele circuit. Ook een enorm veiligheidsrisico. Besloot de Europese Unie nog maar eens 50 miljard te sturen. Wat is het einddoel? Is er enig zicht op een oplossing uit deze impasse? Wat verwacht de minister nu eigenlijk? Een uitgelekt rapport van het Duitse ministerie van Defensie, uit dat rapport blijkt dat Duitsland al speculeert op massale mobilisatie van NAVO-soldaten. 300.000 militairen moeten straks misschien te strijden trekken tegen Moskou. Krankzinnig. Schandalig. Waarom is dit geen voorpagina nieuws? Waarom gaat iedereen hier daar zomaar in mee? Onze eigen staatssecretaris wil, met het oog op de Russische dreiging, nu ook Nederlandse jongens en meisjes werven voor het leger. Er wordt gesproken over herinvoering van de dienstplicht. Zijn we nu echt richting een wereldoorlog aan het slaapwandelen? Wordt deze, in de woorden van minister Ollongren, cheap war, straks doorgevochten met Nederlandse militairen? Voorzitter, al een jaar geleden diende mijn partijleider een motie in waarin wordt opgeroepen om nooit of te nimmer Nederlandse dienstplichtigen te sturen naar Oekraïne. De Kamer stemde daar toen in meerderheid tegen. De reden zou zijn dat het allemaal niet realistisch was, dat het nooit zou gebeuren, dat het weer fact-free politics was. Maar we zien nu hoe relevant dat juist was. Daarom, voorzitter, zal ik in de tweede termijn opnieuw dezelfde motie indienen. Plus een tweede motie waarin ik de minister oproep om zich in te spannen voor vrede. Dank u wel.
Dank u wel. Voor u vertrekt, ik zie mevrouw Pot opveren. En dan ga ik heel even kijken, want ik denk dat u eigenlijk al door uw interrupties heen was. Ja, dus, en ik heb u al een extra vraag gegeven. Niet? Ik kijk heel eventjes. Oké, dan heeft u nog één. Dan heb ik bij een aantal anderen ook gedaan. Moeilijk? Ah, daar ben ik weer. Ja, voorzitter, u zei, ik zag mevrouw Pot overeind veren. Nou weet ik niet helemaal of ik het zo voel. Ik zat even te luisteren naar de heer Van Houwelingen. En ja, je zou bijna, want de forum loopt natuurlijk al wat langer rond hier in de Kamer, dus je zou bijna dit normaal gaan vinden. Maar ik heb een paar dingen opgeschreven. Hij had het over de staatsgreep in Oekraïne in 2014. Dat is de letterlijke tekst overigens van de Russen. Kiev wist van geen ophouden. De doelen van de Russen zijn defensief. En hij had het over de NAVO-agressie. Ja, voorzitter, eerlijk gezegd, ik weet niet eens wat voor vraag ik hier over moet stellen. Ik denk dat ik eigenlijk alleen maar kan zeggen dat... Ja, probeer eens een vraag te stellen. Probeer. Ik denk dat het. Ik hier... Eén voor één. U kan het. Eén voor één. Ik denk dat ik hier alleen maar uit kan concluderen dat Forum voor Democratie, zoals we dat wel vaker hebben gezien, precies eigenlijk gewoon het playbook van Poetin hier staat te herhalen. En ja, je zou bijna denken, nou laat maar gaan. Maar ik denk dat het toch goed is om dat af en toe te markeren. Staat gemarkeerd. Ik kijk nog even naar de heer Van Houwelingen. Ja, zo gaat het wel vaker. Dan komen mensen verontwaardigd naar voren. Dan vraag ik, wat is uw vraag? Stelt u een vraag? Ja, kan ik geen vraag stellen? Dat is wel heel teleurstellend. Ik zal alleen maar heel kort, voorzitter, want u wil afronden ingaan op die staatsgreep die geen staatsgreep zou zijn. Er is geweldgebruik. Janukovic moest vluchten. Dat noemt iedereen een staatsgreep hier. Maar nu ineens is het geen staatsgreep. Dus die hypocrisie is echt een hemelschrijnend, voorzitter. En het is jammer dat er niet eens vragen gesteld kunnen worden.